Opgroeien in een kansrijke omgeving. Alleen deze titel zegt al zoveel. Wie kan er ooit tegen zijn? Onder andere in Matteüs 19 lezen we het laten de kinderen tot mij komen. Een bijbelgedeelte dat ons leert het belang van de jeugd niet te onderschatten. De jeugd heeft de toekomst. Daarnaast leert dit bijbelgedeelte ons dat wij als ouders en omgeving van opgroeiende kinderen het beste moeten willen voor deze kinderen. Maar wat is een kansrijke omgeving? Wat vinden we belangrijke grondbeginselen van een kansrijke omgeving? Wij als CVO-fractie wensen te benadrukken dat het opgroeien in een kansrijke omgeving begint met een stabiel gezin. Dat is de plek waar je veilig moet kunnen opgroeien, je ontwikkelen, ontplooien vanuit de liefde tussen ouder en kind. We hebben als partij al vaker onze zorgen uitgesproken over de echtscheidingen binnen onze gemeente en blijven deze zorgen uitspreken. Voorkomen is beter dan genezen. Daaraan zou meer preventieve aandacht besteed moeten worden. Binnen diverse kerkelijke gemeenschappen worden huwelijkscursussen geboden. Misschien biedt dit voorbeeld handvaten om door de gemeentevertegenwoordigers zoals het CEG ook preventief te pogen echtscheidingen te voorkomen. De toehoorder zal misschien denken, huwelijkscursussen, ja, zoals u ook voor uw werk periodiek een cursus moet volgen, zo moet er ook aan de relatie worden gewerkt. En om de relatie goed te houden, dat kan soms hard werken betekenen. Dan nog een ander punt wat betreft het gezin. Het is goed dat de gemeente, de overheid, dus haar verantwoordelijkheid neemt. Maar als we menen dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is, dan dient daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid genomen te worden. Juist als het gaat om het middelengebruik. Waar dit voorstel over spreekt, is het van belang dat ouders ook hun verantwoordelijkheid pakken. Dat is tegelijk ook erg lastig, omdat lang niet alle middelengebruik bekend is bij de ouderen, bij de ouders. Maar wat wil het college met dit plan gaan doen om ouders te wijzen op hun verantwoordelijkheid en om hen daar ook bij te helpen? Naast het belang van een stabiel gezin is de mogelijkheid van scholing en zinvolle vrije tijdsbesteding van belang. De gemeente doet hierin al heel veel, waarvoor wij als CVO-partij ook dankbaar zijn. Toch zien we dat onze gemeente steeds meer besparingen op jeugdzorg heeft behaald. Onze fractie roept het college op om ervoor te waken dat besparing niet ten koste is van onze jeugd. Een goed plan moet beoordeeld kunnen worden op de haalbaarheid. Willen wij als gemeente een blanco cheque uitgeven van 4 maal 45.000 euro? Wij als CVO-fractie willen dit niet. Daarom vragen wij de wethouder om een jaarlijkse evaluatie. Kan het college dit toezeggen? Mocht in de loop van de 4 jaar blijken dat het project niet passend is in onze gemeente, of dat het project niet zal gaan opleveren wat we er op dit moment van verwachten, dan moeten we de spreekwoordelijke stekker eruit kunnen halen. Gekoppeld aan de evaluatie moeten er natuurlijk meetbare resultaten zijn. Er moeten doelen worden gesteld. En mijn voorganger die gaf al een paar hele goede voorbeelden van doelen. De CVO-fractie ziet heel graag in de tussentijdse en uiteindelijke rapportage van de resultaten van dit plan of er andere beïnvloeders bereid zijn om mee te werken. Denk aan de ouders, scholen, centrum, jeugdgezin en verenigingen. Daarin vraag ik met name aandacht voor de scholen en andere bij de opvoeders betrokken beïnvloeders die buiten het genoemde gebied gevestigd zijn, zoals bijvoorbeeld in Zwolle. Ten slotte, ook ziet de CVO-fractie het als onze plicht om daar waar mogelijk te zoeken naar besparingen voor onze gemeente en daarmee ook de portemonnee van onze burgers. Daarom wenst de CVO-fractie in de rapportage opgenomen te zien of er bespaarmogelijkheden worden gesignaleerd in het huidige aanbod voor de opgroeiende kinderen. Het is tenslotte niet geheel ondenkbaar dat het project Opgroeien in een kansrijke omgeving een overlapping kan hebben met andere faciliteiten of mogelijkheden die geboden worden. Ik rond af. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.
Wijze woorden die, naar ik begrijp, worden toegeschreven aan Albert Einstein. Met deze les in ogenschouw nemend, moeten we veelbelovende projecten zeker een kans geven. Wij als CVO-fractie zijn zeer zeker positief over het plan opgroeien in een kansrijke omgeving. De jeugd heeft de toekomst, laten we ze toekomst geven waar ze naar mogen uitzien, maar ook zo goed mogelijk voorbereiden op deze toekomst. Het project opgroeien in een kansrijke omgeving lijkt hiervoor veelbelovend en wij als CVO-fractie willen dit project ook zeker een kans geven, maar wensen tegelijk de vinger aan de pols te houden. Dank u wel.